Broeders en zusters in Christus, ik ben kapelaan Rohit, werkzaam in het dekenaat Horst in het bisdom Roermond. Afgelopen april ben ik tot priester gewijd in mijn thuisland in India. En ik ga vandaag voor jullie het evangelie lezen en het preek houden. Ik ga nu luisteren naar het evangelie. De Heer zij met u, uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Loof zij u, Christus. In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en hij stelde zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen zoon? Zij antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: zalig zijt gij Simon, Zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Woord van de Heer. Diep in de kelder van zijn grootvader woonde een jongen een oude, roestige sleutel. Het was geen glimmende, versierde sleutel zoals hij had gehoopt, maar een saai en onopvallend. Hij stak de sleutel in zijn zak en vergat hem bijna. Jaren gingen voorbij. Op een dag, terwijl hij de sleutel door zijn vingers liet glijden, viel hem iets vreemds op. De sleutel leek te gloeien. En plotseling werd de hele kamer verlicht. Geschrokken liet hij de sleutel vallen en het licht doofde. Toen hij de sleutel vasthield en zich concentreerde, begon hij te zweven. Hij kon niet geloven wat er gebeurde. Vanaf die dag wist hij dat de saaie sleutel van zijn grootvader eigenlijk een schat was. Hij koesterde de krachten en gebruikte ze om zijn nieuwe wereld te verkennen. Beste broers en zusters in Christus, een sleutel is altijd belangrijk. In de eerste lezing en in het evangelie hoorden wij ook over een sleutel. In de eerste lezing over de sleutel van het huis van David en in het evangelie over de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Die werd aan Petrus gegeven. Daarom zien we hem vaak afgebeeld met de sleutel. Vanaf het begin van zijn openbaar leven koos Jezus de 12 apostelen. Hij zond hen uit om het rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. Zij bleven voor altijd verbonden met het koninkrijk van Christus, want door hen leidt hij, Jezus, de kerk. En in het college van de apostelen, de 12 leerlingen,
neemt Petrus de eerste plaats in. Jezus heeft hem een unieke zending toevertrouwd. We hoorden zojuist zijn belijdenis in het evangelie. Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Toen sprak Jezus tot hem, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de kracht van het kwaad zullen haar niet kunnen overwinnen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. Vanwege het geloof dat Petrus beleden heeft, zal hij altijd de onveranderlijke steunrots van de kerk zijn. De macht der sleutels wijst op het gezag om te heersen over het huis van God, dat de kerk is. Jezus heeft deze opdracht na zijn verrijzenis bevestigd. Hij zei tot Petrus, weid mijn schapen. Als Jezus op deze Petrus zijn kerk bouwt, wat betekent dat dan als Petrus gestorven is? Bouwt Jezus dan niet verder? Bouwt hij zijn kerk alleen maar zolang Petrus leeft? Nee, hij bouwt nog steeds. Nu doet de paus dat als opvolger van Petrus. Jezus bouwt altijd. Zo is de allerlaatste zin van het evangelie van volgens Matthäus. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Het bouwen van Jezus heeft met ons doen en laten te maken. Wanneer wij Jezus navolgen, kan hij zijn kerk bouwen. Wanneer wij hem niet navolgen, kan hij niet verder bouwen. Het is de navolging van Jezus die Petrus in rots maakt. We hoorden in de eerste lezing over een belofte. Jezus pakt dat belofte hier opnieuw op. Hij geeft die nu aan Simon Petrus en daarmee aan de kerk, door de tijd heen en in het bijzonder aan de opvolger van Petrus, de paus. Beste mensen, als christenen zijn wij ook uitgenodigd om met Jezus zijn kerk op te bouwen. Tijdens ons doopsel krijgen wij de sleutel van het geloof. Zoals die jongen van het verhaal, weten wij niet soms wat wij ermee moeten doen. Soms vergeten wij die sleutel helemaal. Het geloof, die krachtige sleutel, die voor jou de deuren van het Rijk der Hemelen kan openen, hebben wij nog steeds in ons hand. De sleutel waarmee jij je problemen kunt oplossen. Doe iets ermee. Bouw met Jezus mee aan zijn kerk. Samen met Paulus, de opvolger van Petrus. Samen met de bischopen, de opvolgers van het college van de apostelen. En samen met onze parochies. Daartoe Gods rijkste zegen. Amen.